Ja? Allemaal kijken naar Edge's vlog, anders kom ik in haling. Zo, goedemorgen. We hebben alvast het december nieuws van dit jaar. Dus kijk even mee. En pas op met vuurwerk, hè. Na een achtervolging op de A12 bij Woerden heeft de politie gisteravond twee verdachten van een schietpartij aangehouden. Daarbij raakte één persoon gewond. Supermarkten doen te weinig om klanten gezonder te laten eten. Dat blijkt uit onderzoek van vier fondsen, waaronder de Hartstichting. Alle nieuwe sigarettenpakjes hebben vanaf vandaag een donkergroen-bruine kleur die... Werken aan de keukentafel, laptop die te laag staat, het leidt allemaal tot meer fysieke klachten. De politie zegt dat de jaarwisseling niet onrustiger is verlopen dan vorig jaar. En de nieuwjaarsduik op zo'n 200 plekken in Nederland kon je eraan meedoen. Dan, ik ben er morgen niet. Ik ben er morgen niet. Kijk hier hoe ik eruit zie. De hele klauw ligt eraf, gek. Mijn hand is eraf geklapt. Kijk hier. Kankerzooi. Mijn hele leven naar de kanker. Alles op het wit, hè. Dacht ik alles goed zou komen, hè. Alles goed zou komen, maar ik ben zo hardleers, hè. Lekker vuurwerk blijven afsteken. Kijk wat er gebeurt. Ik ben mijn klauw kwijt. Alles kwijt. Kankerbaas heeft niet betaald, hè? Kanker, Robert! En dan ben ik dit ook. Ben ik dat ook kwijt! Danny, ik hou van je! Maar ik heb alles kapot gemaakt! Hey, Mr. Policeman. I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle in. Je moet de folie eraf halen. Lieve kindertjes in Holland. Sinterklaas kan komende november helaas niet naar jullie toekomen in verband met het coronavirus. Aangezien Sinterklaas met zijn 526 jaar in de risicogroep valt. En met 520 zwarte pieten op de boot kan ik ook niet garanderen dat de zwarte pieten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Ik zou de zwarte pieten wel alleen met de boot naar Nederland kunnen laten varen, maar geen van hen heeft een zwemdiploma. En je ziet aan de vluchtelingenboten hoe vaak dat midden op zee fout gaat als er geen blanke meevaart. Daarnaast is Sinterklaas doodziek van alle hectiek en demonstraties rondom de zwarte pieten discussie. Ik word een racist genoemd, een slavendrijver, een pedofiel. Of nou ja, dat laatste is dan niet helemaal waar. Alleen mijn vrienden en familie die mij heel goed kennen noemen mij zo. Maar nee, kinderen, het werk wordt mij gewoon onmogelijk gemaakt. Op mijn 526e levensjaar word ik gewoon geacht om te stoppen. Dat is toch absurd. Dan werk je een keer door naar je 65ste en dan is het weer niet goed. Mensen die mij aanklampen en zeggen, de smink moet een andere kleur krijgen. Het moet geel worden, of rood, of groen. En dan denk ik, moet. We leven niet meer in de slavernij. De druppel kwam vorig jaar, toen ik in een winkelcentrum liep en een of ander gekleurd adoptiekind tegen mij zei, jij bent een racist. Ik zeg, dan moet jij zijn voorbeeld geven dat het blijkt, kleine slingeraap. Had hij niet. Stond hij met zijn mond vol tanden, met zijn 4 jaren. En ik was niet echt, riep hij. Jij bent niet echt. Ik zeg, weet je wat pas erg is? Als je ouders niet echt zijn. Zijn vader werd toen onnodig agressief en begon te vechten met de karatepiet. 2 volwassen mannen rollenbollend over de vloer van een winkelcentrum. Het zag er niet uit. Toen heb ik nog 2 vingers in de ogen van het kind gestoken. Want ik dacht, het is niet goed als hij dit allemaal ziet. Dat kan blijvende schade veroorzaken. Ook zie ik de kinderen elk jaar verwender worden. Vroeger gaf ik een rekenmachientje van 5 gulden en daar waren jullie blij mee. En dan toetsten jullie 707 in, draaide het rekenmachientje om en dan stond er lol. En dan hadden jullie lol.
Tegenwoordig krijgen jullie een iPad van 800 euro. En als je dan 707 intoetst en daarna de iPad omdraait, dan draait het beeldscherm mee. Weg lol, wat moet je dan met zo'n ding? Ik zou trouwens helemaal niet erg vinden om blanke pieten te krijgen. Want tijdens de intocht op tv zegt dan zo'n dievertje Blok, waar blijft de boot nou kinderen, wat is hier weer laat? Maar ja, dat komt omdat er een zwarte piet achter het roer staat. En de boot elke 10 minuten door de waterpolitie wordt aangehouden, in verband met het etnisch profileren. Ja kinderen, etnisch profileren heet dat. Een persoon met een donkere huidskleur wordt dan aangehouden, puur omdat hij in een dure auto rijdt. Terwijl die auto vaak helemaal niet van hem is. Ik word als blanke overigens ook vaak aangehouden als ik in mijn auto tijdens pakjesavond de kindertjes ga bezoeken. Ik vind dat helemaal niet erg. Zo'n agent vraagt dan, goh, heb je nog ergens bruine mensen zien rijden? En dan sta je zo'n agent gewoon netjes te woord. Maar goed, ik kom dus niet meer naar jullie toe. Maar als je cadeautjes en snoep wil hebben, dan moet je maar naar mijn kasteel in Spanje komen. Ik heb hier een prachtig zwembad waar allerlei bevriende geestelijk een oogje in het zeil houden. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je seksueel misbruikt wordt. Je wordt wel seksueel misbruikt, maar je hoeft er niet bang voor te zijn. Nou, lieve kinderen, dan zie ik jullie misschien rond december wel hier op mijn kasteel. En vergeet niet je zwembroek, hè, thuis te laten. Lekker spezen. Tot de volgende Etjes Vlog.